De trainer van Roda, Martin Jol, moest het in vergelijking met de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente zonder de geblesseerde keeper Jurk Keesman stellen. Daardoor kreeg Nikola Damjanic een herkansing. De overige 10 spelers stonden ook zondag in het veld. Bij Ajax ontbreken 2 spelers. Danny Blind is geschorst en Dani geblesseerd. Melchiot en Rudy zijn hun vervangers. Het commentaar krijgt u van Frank Snoeks. Ooyer. Peters. De combinatie met Van Hout was te moeilijk voor Peters en nu houdt hij er een vrije schop aan over. Naar de tackle van Olise. Van der Leur. Nu komen de mensen, daaronder Gerry Zende. Maar Vlatsen. Paasjewits is goed. Hoekstra. De keeper is eruit en maakt nu dus Hens. Ja, bewust Hens maakt hij daar niet. Nikolaj Damjanac die nu de rode kaart krijgt van Luinge. Het zit de Joegoslaaf niet mee. En of het ooit nog goed zal komen tussen Roda en Damjanac is zeer de vraag. Ja, het is gewoon Hens. Luinge heeft gelijk. En Damjanac berooft Ajax van een serieuze kans om de score hier te openen. 19 is het nummer van aanvaller Bob Peters. Die dus evenals Damjanac richting Dusan. Hij staat zijn plaats af aan zijn landgenoot Del Warte. De derde keeper van Roda. Die zo een onverwacht debuut maakt in de Eredivisie. Luinge zal de gebeten hond zijn in de ogen van de Limburgers, maar eerlijk is eerlijk, hij kon niet anders. En de vrije schop van Liedman levert gelukkig voor Roda niets op, zodat het even kan bekomen van de schrik. De liederen die vanaf de tribune worden gezongen en bestemd zijn voor Luinge, die komen uit dat vak, zullen nooit in aanmerking komen voor de PC Hoofdprijs. Of welke literatuurprijs dan ook. En bekend is dat Luinge zich daar arrangeerde. Zo aan heeft gestoord dat hij een wedstrijd heeft stilgelegd. Witsche. De 10 trekken zich terug op de eigen helft. Ajax zal dus het tempo moeten opschroeven. Liedmanen, de boer. Ja, als steeds die vrijstaande man wordt gevonden. Want er is een mannetje meer immers van Ajax. Dan moet het aardig kunnen lukken. Tobiasse. Krijg een aardige schietkans. Er is steun nu voor Van Hout. Rechts Van der Leur, links Lawal, ook Ooyer en Dominic zijn mee. Dus zet Roda zijn geld op deze aanval. Lawal! En Ajax ontsnapt door het oog van de naald. Heel wat mankracht had Roda verzameld voor deze aanval. En bijna werd die durf beloond. Goeie voorzet van Van der Leur, hoewel hij in de grond trapte. En dan Lawal. Van der Sar zou kansloos zijn geweest. Ooyer. Van der Leur. Van der Sar tast mis en er wordt gescoord door Valgaren. De centrale verdediger. En zo staan de 10 van Roda op voorsprong. En nummer 11 juicht mee achter de tralies. Ajax had dan wel het overwicht, maar de meest gevaarlijke momenten vonden plaats voor het doel van Van der Sar. En nu is het niet de lat die redding kan brengen. Ronald de Boer. Rudy. Ronald de Boer. Weer Rudy. Ah, knap. Liedmanen. Beste kans Ajax in de eerste helft. Maar Del Warte staat zijn mannetje. In de blessuretijd van de eerste helft. De rest Ajax, naar alle waarschijnlijkheid niet al te veel tijd meer. Om nog voor de rust de zaken recht te trekken. De Boer. Oh, toch komt die kans daar. Arveladze, die moet hij maken, maar hij laat het na. Witsche dan.
En die struikelt maar over haar verlatsen. En dan krijg je dus een penalty. En dan Liedmanen. En wie haalt de trekker dan over? De Boer. Toch nog. Toch nog Liedmanen. Een goal die al twee keer eerder had moeten vallen in dezelfde aanval. Maar die dan toch nog komt. In de blessuretijd. Liedmanen. 1-1. De Boer. Gevaarlijk spel van Valgaard. Zo was het. Witsen. Heel hard. Delwarte was er nog net op tijd. Want die bal kwam toch sneller dichterbij dan de Belgische keeper aanvankelijk vermoedde waarschijnlijk. Vandaar tamelijk late reactie, maar net op tijd. Rudy, de Boer. Weer Rudy. Witsen. De 1-2 met Liedmanen. En dan het blok uiteindelijk van Vrede. Maar Verlatsen. Rudy, Hoekstra. Delwarte weer. Rudy, waarom zo lang gewacht? Ja, om het schot in die hoek te kunnen plaatsen. Maar daar staat hij weer, die keeper, Delwarte. Hij was derde keeper van Roda. Gehaald om Hesp te doen vergeten. Maar derde keus, want Damjanac en Keesman gingen hem voor. Maar nu grijpt die 19-jarige Belgische kans. Olysee, op tijd gegeven die bal. Rudy, maar Delwarte. Met een belangrijke redding, 8 minuten voor tijd. Als het 1-1 blijft is Roda veel dank verschuldigd aan die onverschrokken Belgische keeper. Van Ajax mag het zich aanrekenen dat het 5 kwartier met een man meer heeft gespeeld. Een groot veldoverwicht heeft opgebouwd en toch geen rendement weet te halen. Althans, vooralsnog. Ook in de eerste helft viel het doelpunt laat. Rudy. Delwarte en dan Liedmanen. Weer hij? Nee. Melchior, buitenkant schoen. Tobiasse, waarom gewacht? Nog een keer Tobiasse, de bal voor. Sibon, Rudy. Wat wil Goré nu doen? Artistiek hoogstandje, daarvoor was de plaats niet en de ruimte niet. Van Hout, vastgepakt door de Boer, maar niet gevallen. En daar mag de Boer dankbaar om zijn, want die had al geel op zak. Als Van Hout hier valt en de stervende zwaan speelt, zou de Boer wel eens rood hebben kunnen krijgen. Mores, veel te gehaast, Sibon. Liedmanen. De Boer. Sibon. Oh, Sibon! En daar de 2-1 van Liedmanen. Maar die zou buiten spel hebben gestaan. Hij heeft de grensrechter laten weten. Grensrechter Telen. En Luinge heeft het buitenspel toegekend en de vrije schop is genomen. En de counter van Roda zou wat kunnen opleveren in de 6e minuut van de blessuretijd. Zo leek Ajax alsnog in de blessuretijd te scoren, zoals ze dat ook deed in de eerste helft. Maar was het buitenspel? Dat is de vraag. De Boer zet voor. Sibon. En op het moment dat Sibon die bal raakte, het is waar, stond Liedmanen buitenspel. Ruige heeft het uurwerk nog eens geïnspecteerd en heeft de wekker gehoord. Roda JC komt de eer toe als eerste Ajax dit seizoen verliespunten toe te brengen. Met 10 man, een verdiend succes en de helderrol komt toe aan Gregory Delwarte, die slechts 1 keer capituleerde voor de treffer van Liedmanen.